Yo mensen van Paard Kirsten en welkom bij een nieuwe video. We gaan de Lost Potato doen, chapter 1. Het is een soort heropload, maar we wilden hem al eerder gaan uploaden, alleen toen was de opname een beetje gefaald. We doen de video dus met z'n tweeën, want dit is Kirsten. Hallo. En ik ben Evan. Hoi. Ik zou niet weten waarom ze niet weten dat ik Kirsten ben. Het komt helemaal niet op mijn kanaal of zo. Nee. Lekker op. Oké. De regels. Do not place blocks. Do not cheat. Don't change game mode. You can break any block. Bla bla bla. Oké. Klaar? Auw, ja. Eva, stop. Oké, let's go. Oké. Teleport. Laat in. Oké, wacht. Laat even zien het boekje. Oké. Sorry, er zit hier geen boek in. Ik krijg een bestand. Er zit hier geen boek in. Echt niet? Wat? Ik zie geen boek. Dat is glitchend. Ach ja. Het komt in ieder geval op neer te zeggen dat je wakker bent geworden of zo. En dat je een nachtmerrie hebt gehad. Ja. Er komt geen lava. We hebben mazzel. Gebeurt pas als je die kist opent. Oh ja, wacht. Wat is deze? Zit daar wel een boek in? I think we broke the map. Anders doen we een andere map even. Nee. Nee, oh, oké. Gaan we gewoon door. Kijk, ze hebben niks gehoord. Ja, hier is een boek. Ja, en hier is een... Welkom to Death Row. Wauw, weet je hoe een lied heet in het Afrikaans? Nou. Een leiriem. Wauw. Welcome to Death Row, it means that unless by some incredible miracle a random stranger helps you to make your way out of here, you will be executed in 2 or 3 days, along with that completely innocent piglet in the other cell. Please enjoy your stay. Prince Dorleak, prison owner. Nou, gezellig, we zitten opgesloten hier. Sorry voor het beginstukje, was echt niet de bedoeling dat het zo ging, maar... Ik kan zo in de video, hey, zullen we een andere map doen? Ja, ach, ik ga dat er niet uitknippen, ben ik te lui voor. En ja, nog meer. Even wat stoppen. Ja, sorry. Ja, maar die ex moet droppen, maar dat doet hij niet. Sinds wanneer dropt hij hier? Random stranger, hey, yes, ik heb de ex. Oh, aan de kant. Waar was dit ook alweer? Oh, daar is de ex. Laat maar. Ik heb de... Flikker op! Risico. Ik heb nog maar een hartje, stop. Het kost er een halve... Weet je wat er in het Afrikaans staat? Een girly phantom heeft harten met de aarde kennis gemaakt. Just shut up. Het kost ook echt maar 1 hartje of zo. Ik hoop dat je inventory nog hebt. Ja. Auw, oh wacht, stop. Ik heb de ex, idioot. Even stop. Okay. Innocent Piglet! Hij heeft geen lead. Sleur jij hem de kimmer mee? Skakel. Nee! Dan neem ik de skakelaar mee. Neem Innocent Piglet zelf mee. Oh, ik krijg een pizza, dankjewel. Lekker. Jij hebt mazzel, ik wil pizza eten. Oké, het is Louis heet. Dankjewel. Ja, ik zie het. Verder met de video. Doe er maar een boshandje op ofzo. Oké. Dit is echt zo'n geniale video. Gewoon nu al, hè. We gaan hem gewoon ook niet opnieuw doen. Gewoon, oké, iedereen, dit is dus wat wij noemen random video met voor de nieuwe serie. En we gaan het ook gewoon goed doen. Okay. Mijn moeder kwam een rennen met pizza brengen. Ja, aan de kant. En er zijn weer nieuwe liedjes in piano thuis. Geweldig. Nice. Ah, de video kan toch niet veel verneukt worden. Nee, niet echt, nee. Ja, David, je kan zoveel schreeuwen als je wil. Iedereen op YouTube kan je horen. Maar dat terzijde. Oh, botjes! Gameplay hint. Before you jump down in a hole, push the pig down first. Oké,
Ga jij maar voor, want de vorige keer gooide ik mezelf per ongeluk ten eerste in. Oh, even, jongen, met flauw. Gooi jij je eigen pik maar eens naar beneden. Ik ben een meisje. Echt niet. Gewoon fish en een boek. Note 2. I almost forgot to tell my name. Probably we won't ever meet each other. But let me introduce myself. I'm Ekke. I come from the Northern Islands. I have my own small business there. But I'll write about it later. Hurry up and get a sword from the hallway. Whichever chaps, okay? Volgens mij is Piggy een beetje verlegen of zo. Kom, Piggy. Waar moeten we wezen? Hier, we moeten Piggy naar beneden gooien, weet je nog? Ja, maar er moet hier ergens een zwaard zijn. Nou ja, dan maar niet. Maar oké, gooi Piggy maar naar beneden. Piggy, klootzak. Duw Piggy erin. Vooruit. Vooruit, ga erin. Jezus! Jezus, ook met de blessen! Het muziekprobleem is opgelost. De video, ik zei toch dat de video niet veel verneukte kon worden. Ik neem mijn woorden terug. Lang leven Evans generatie. Sorry. Nee. Het spijt me voor mijn retarded neefje. No. Waar moeten we heen eigenlijk? Deze gang is een beetje doodlopend. Oh wacht, er is hier een deur. Ik ben blind. La 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 la. Oh, ai. Ik ga alweer de andere kant op. Oké. Voor we hier verder gaan. Ja. Als jullie dit nou leuk vinden, doe dan een like en comment en alles. Haha. En we zullen dan doorgaan met deze serie. Waar ben je? Waarom ben je daarboven? Ik wil het als factuur moet beschouwen, want ik heb het niet betaald. Stop, fijn. Stop, Evan, stop. Evan! Oh nee, nu gaan we het afmaken ook. Oh, oh, zijn we helemaal hier, fijn. Oké, in ieder geval, dit is het voor de eerste aflevering. Hopelijk vonden jullie het leuk en ja, we zien jullie in de volgende aflevering. Die hopelijk wat minder raar is. Ja. Ja. Doei. Dag.